Hey en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij. Hier op Zultrex, de enige echte natuurlijk. Nou, hoe was 100% auto live? Hoe was het? Ja, was leuk. 10 jaar niet geweest. En had al te maken met corona. En met elke keer dat ik zou gaan en elke keer was ik de tijd vergeten. Dus het was nou echt wel weer een keertje tijd om een keer daar naartoe te gaan. Het was al 10 jaar geleden. Dus ik had ook nog geen ene vlog van 100% tuning op mijn YouTube kanaal. In ieder geval 100% auto live. 100% tuning is het niet meer helaas. Het is 100% live. Ja, ik vond 100% tuning vond ik eigenlijk een mooiere naam eigenlijk ervoor. Maar goed, wat me opviel, er zijn weinig spitsboezen. Ja, natuurlijk wel eventjes natuurlijk ook iets voor waar we naar Ahoy kwamen. Met de dames op de foto's waren er niet veel. Ik denk dat ik maar met 3 of 4 vrouwen op de foto geweest ben. En normaal bij 100% tuning was dat wel heel erg veel meer was dat. Maar waar we uiteindelijk echt voor kwamen was natuurlijk de auto's. Ja, dat was gewoon weer top. Zoals altijd. Daar is gelukkig niets aan veranderd. Het was gewoon weer super. We hebben echt een heleboel auto's gezien. Jullie hebben de foto's gezien. Dat waren er een heleboel. Dat waren er iets van 230 of 240 foto's. Jullie hebben de film gezien. Dat was 3 kwartier. Dus ik was echt reuze tevreden. Ik ben blij dat ik weer geweest ben. Volgend jaar gaan we weer. Als ik weer niet de tijd vergeet natuurlijk. Maar dan wil ik eigenlijk weer gaan. En dan was ook wel even leuk dat Pascal erbij was. Collega van ons. Rob, Joost en Ramonski waren erbij. Het was wel heel erg gezellig. Ik heb in ieder geval weer een prima. Ik heb weer een prima dag gehad. Ik heb mij heel erg vermaakt. Dus alle lof in ieder geval. Ik ben in ieder geval weer heel erg tevreden met de dag, hoe het geweest is. Ja, inmiddels zijn we alweer ruim een week verder. En nu ik dit opneem, dus na bijna een week, zijn we alweer verder. Dus het schiet weer lekker op in ieder geval. Jullie gaan nog even een paar praatvideo's doen. Want er is nogal het een en ander weer gebeurd natuurlijk. Op pretparkgebied is er weer wat gebeurd. Daar ga ik nog even een vlogje over maken. En dan gaan we snel weer door naar het weekend hopelijk. In ieder geval sowieso het weekend. Maar ik hoop dat ik nog eventjes naar buiten ga om te vloggen. Want ik ben alweer een paar dagen weer niet buiten geweest. Ja, voor mijn werk, maar niet om te vloggen. Het is momenteel nog steeds een beetje. Ja, ik weet het niet. Ik weet niet wat ik moet filmen. En dan heb ik zoiets van de vlog liever niet dan dat ik wel vlog. En ik ga het gewoon in december ga ik het gewoon helemaal goed maken. Want in december ben ik lekker vrij. En dan kan ik lekker wat meer gaan vloggen. Daar heb ik wat meer tijd. En dan gaan we gewoon lekker vloggen. Dus dat komt helemaal goed in ieder geval. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken, jongens. Ik zou zeggen, jongens, vond je deze vlog leuk? Doe het duimpje de lucht in. Abonneer. Blijf nog even leuk wezen als we die 1200 even aantikken. Dus gaan we kijken hoe het einde van het jaar is. In ieder geval 1200 zou wel even leuk wezen. 1300, weet ik niet of we dat nog gaan halen dit jaar. Maar dat gaan we zelf wel zien. In ieder geval, hoe meer jullie abonneren, hoe groter mijn kanaal wordt en hoe meer kijkers ik heb. En dan komen er weer in ieder geval, ga ik weer een hele hoop leuke dingen voor jullie doen. In ieder geval, jongens, bedankt voor het kijken. En ik zou zeggen, jongens, tot de volgende vlog. En dan spreek ik jullie allemaal weer. Ik hoop dat we ook weer naar buiten gaan. Hierna dus even een vlogje, een praatvideootje. En dat gaat over slagharen. Groetjes, jongens. Bye bye. Hoi.